En loop je over de gletsjer met te weinig reststouw en je kunt geen stouwrollen meer bouwen, dan maken we dus een flashinzoek. En dat leg ik je uit in dit filmpje. Dus concreet, het gewicht van het slachtoffer is overgebracht op de dode man. En nu kan de eerste redder naar de spleet toe om te communiceren met het slachtoffer. Dat is ook belangrijk, want wat doe je als het slachtoffer bijvoorbeeld bewusteloos is? We hebben een groot probleem. We moeten eerst afdalen naar het slachtoffer voordat we kunnen gaan takelen. We kunnen niet zomaar aan een soort van dood gewicht gaan takelen. Misschien zit het klem in de spleet, dus we willen graag zien wat er aan de hand is. En we gaan hem ook geruststellen. Alles oké, we gaan je redden, we hebben een super standplaats gemaakt en over 10 minuutjes ben je weer boven. Dus je gaat communiceren en wat je dan doet is je zorgt ervoor dat het leeflijntje achter je blijft. Dat mocht jij zelf in de spleet vallen, dat kan natuurlijk ook. Dus er is te weinig reststouw in dit geval. Dus hiermee gaan we de flashinzoek maken, dat is Duits. Slachtoffer is gekalmeerd, hij weet dat we hem gaan redden. Hij is niet gewond, het touw zit geblokkeerd op de mini traction. De eerste redder is weer terug bij het anker. En wat we gaan doen is we gaan een korte prusik leggen we aan op het touw wat strak loopt naar de gletsjersplit. Dus dit is de prusikknoop. Dan pakken wij een karabiner. Dat mag een gewone karabiner zijn, mag ook een schroefkarabiner zijn. Op die manier. Vervolgens pakken wij een touwtje van 2 meter. Als je die niet hebt, dan gebruik je natuurlijk een lange prusiktouwtje. Die kun je wat inkorten. Of je gebruikt desnoods een bandslinger van 1,20 meter. Omdat dit volledig onder belasting is, mag je die openmaken. Je schroeft hem vervolgens dicht. En die loopt door deze karabiner. En hier gaat dan een karabiner aan. En dit reststouw, deze knoop halen we eruit. Dat mag, omdat die natuurlijk geblokkeerd zit op de mini traction. Daar is natuurlijk in gevallen, dus dat zit een beetje vast. Daarom is het ook ontzettend belangrijk dat je de achtknoop netjes legt. Als je die slordig legt en die touwen zitten een beetje gedraaid over elkaar, dan krijg je hem bijna niet meer los. In dit geval lag de acht heel netjes. En die gaat daar doorheen. Die schuiven we helemaal naar voren. En dan gaan we beide daar staan. De eerste redder blijft met een leeflijntje vast aan het touw. De tweede redder blijft met het leeflijntje vast aan de dode man. En dan kunnen ze met 2 personen gaan trekken. Dit is briljant hoor, maar echt heel goed. 1, 2, 3. Na 2, 3 hijsen dan zit die karabine erin. Dan ontlas je het touw waar je aan trekt. En dan vervolgens hou je dat prusiktouwtje doe je weer naar voren. Totdat het niet meer verder kan. En dan ga je weer opnieuw trekken. 1, 2, ja. 1, 2, ja. 1, 2, ja. Oké. En we rusten. Het mooie van die mini traction is dat het dus een systeem is wat automatisch blokkeert. Het kan maar 1 kant op. Dat noemen we een teruglooprem. Dus dat is heel relaxed. We kunnen even uitrusten. 1, 2, ja. 1, 2, ja. 1, 2, ja. Als je een aantal hijzen hebt gehaald, ongeveer 1 meter inhalen, betekent letterlijk 25 centimeter omhoog gehezen worden. Dus dat kost best wel veel tijd. Maar op deze manier krijg je in ieder geval iemand eruit als je te weinig reststouw bij je hebt en geen stouwrollen kunt toepassen. 1, 2, ja. 1, 2, ja. 1, 2, ja. Eén, twee, ja. Eén, twee, ja. Tijdens het takelen bij de flashinzoek blijf je dus heel erg bij dat anker trekken. En is het lastig om het slachtoffer in de gaten te houden. Blijf communiceren. Als hij kan praten, kun je dus ook communiceren. Peter, oké?
Ja, mooi, dat is goed. Als hij zegt, nee, stop, niet door blijven trekken. Misschien zit hij vast, misschien zit hij met zijn nek vast in de luifel. En moet je je voorstellen wat voor kracht je hebt met zo'n katrol, hè? Je breekt gewoon zijn nek. Ja. Nou, we komen dus nu een remknoop tegen. En die remknopen die hebben wij in het touw gelegd, omdat we met 3 personen aan het touw liepen. Heel veel spleten, zachte sneeuw in de middag. De kans is dus meer aanwezig dat er iemand in een spleet valt. En zo'n knoop zorgt ervoor dat we een veel grotere kans hebben om te kunnen houden. Die knoop die blijft namelijk steken in de sneeuwluifel tussen de spleet en jou. Die knoop die we leggen die is lekker dik. Een 8-knoop bijvoorbeeld, die leggen we wel netjes. Of nog een extra lus van de 8-knoop. Want hoe groter die knoop, hoe groter de kans ook dat die knoop blijft steken in de sneeuwluifel. Dus dat is allemaal hartstikke mooi dat wij het slachtoffer hebben kunnen houden. Maar nu hebben we natuurlijk een klein obstakel en dat is de knoop. Want we kunnen niet die knoop door de mini traction trekken. Dat gaat niet. Dus wat we dus nu doen, en dat is even belangrijk om goed op te letten. Het touw zit geblokkeerd op de mini traction. Dus we kunnen deze eruit halen. Dat kan veilig. En nu leggen we de Prusik hierachter. Op die manier. Dan leggen we deze daar weer doorheen. En wat we nu doen is belangrijk. We leggen deze karabiner hier zo in, op deze manier. En we leggen deze er nu ook weer in om eraan te trekken. En op het moment dat we hier aan gaan trekken, komen die tandjes iets naar boven. Dus trek maar iets. Rustig. En op het moment dat je trekt, kan ik de tandjes ontlasten en nu laat je hem los. Dus de tandjes zijn los van het touw. Laat maar vieren. Nou zakt het slachtoffer weer iets terug. Daar kan hij een beetje van schrikken, dus niks aan de hand. En deze karabiner blokkeert nu. Dus nu kunnen we hem helemaal losmaken. En nu is deze knoop ontlast. Zie je wel? Dus nu kunnen we heel relaxed die knoop eruit halen. En dat lukt niet op geen enkele andere manier, behalve dan het mes. Maar ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Om die knoop eruit te krijgen. Wat we nu doen. De tandjes gaan er weer op. Klik. We trekken er weer aan. Op die manier. Ja. En we hijsen hem weer omhoog. En we zijn voorbij de knoop.